oranje, blauw zijn onze kleuren. Door de aderen stroomt het Haagse bloed. Pelagos vliegt met vlaggen naar de finish toe. We staan hier bij roeivereniging Pelagos. Ze hebben een nieuw boothuis gekregen. En we gaan even vragen hoe zij aan dit prachtige boothuis zijn gekomen. Wie ben je? Ik ben Marloes Bogaerts. Ik ben voorzitter van de Haagse studentenroeivereniging Pelagos. Ik zie dat jullie een nieuw boothuis hebben. Hoe ben je daaraan gekomen? Nou, we hebben een stichting, de Stichting Willems en Kriemen. Dat zijn leden en oudleden die daarin zitten. En die hebben ja, zeg maar ervoor gezorgd dat de subsidie die we hebben aangeboden gekregen hebben, dat we die hebben gekregen en dat we dit konden realiseren hier. We zijn op 2 mei 2002 zijn we opgericht en vanaf het eerste moment is ons doel geweest om een eigen huisvesting te creëren. We zitten bij RV De Laak, dat is de burgerroeivereniging van Den Haag. En daar zitten we nu in en ja, het is heel leuk om daar te zitten, maar ja, je wilt wel je eigen plekje creëren uiteindelijk. Kunnen burgers wel bij jullie lid worden? Nee, we zijn wel echt een studentenroeivereniging, dus het is wel de bedoeling dat alleen studenten hier komen roeien, zeg maar. En hoeveel leden hebben jullie? We zitten nu op 70 leden. En ja, we hopen natuurlijk met de loods dat we heel hard gaan groeien, want we zitten achter de Haagse Hogeschool. En ja, het is een hele goede PR om hier te liggen natuurlijk. Jullie zijn lid van de vereniging, hoe lang? Driekwart jaar ongeveer al. Nee, iets minder. Een jaartje, iets meer. En wat houdt dat in, lid zijn van een roeivereniging? Dat je mag roeien. Komt er eigenlijk simpel op neer. Sporten, gebruik maken van de faciliteiten. Wedstrijden? Ja, wedstrijden ook sowieso. Tenminste, ja, als je dat leuk vindt. En waar vinden die wedstrijden plaats? Ja, voornamelijk op de Bosbaan in Amsterdam. Ja, ook gewoon bij verenigingen zeg maar, in Nederland, Groningen, Delft, Tilburg, overal eigenlijk, Den Haag ook. Ja, je hebt verschillende soorten boten. Je hebt een 8, daar zit je met z'n 8 in en met een stuurtje. Dan heb je nog de 4'tjes, die kunnen gestuurd zijn of ongestuurd. Dan heb je 2'tjes en je hebt skifjes. En eigenlijk is er voor ieder wat wil. Dus kun je al roeien, dan kun je hier naartoe komen. Dan hebben we verschillende soorten boottypen. En kun je niet roeien, dan hebben we de afroeiperiode in september en februari. En dan leer je in 6 weken roeien door onze leden gewoon, die hier dan rondlopen. Botenloos heet het. Wat voor plannen hebben jullie daarmee? Wij als leden. Ja, gebruiken vooral. Ik bedoel, voornamelijk iedere dag een boot eruit halen en een stukje gaan roeien. Zeg maar, en gewoon loods mooi houden, mooi een beetje opknappen, een beetje verven, een beetje leuke dingen doen. En uitbouwen. En wat is uitbouwen? Met boten. Dat er meer leden komen, dat er meer boten erin komen. En dan een plek waar je ook nog wat kan drinken, zeg maar. Een plek waar je nog wat kan drinken. Die moet er ook nog komen. Ja, ik vind van wel natuurlijk. Ze hebben toch een kantine op de Haagse Hogeschool? Ja, maar het blijft natuurlijk een studentenvereniging. En een studentenvereniging die moet toch echt iets hebben zoals een sociëteit. En die moet er nog komen. Maar daarvoor moeten weer eerst meer leden komen. Oké, nou succes en dankjewel.